Het onderstation Maretrete, OSC, van de EBS op de hoek van de Pluto en Eirestraat is geupgraded. Vandaag vond de heringebruikname van dit station plaats. Het onderstation zorgt voor de energievoorziening van ruim 16.000 huishoudens en bedrijven in de omgeving van Paramaribo Noord. Het project heeft $4,9 miljoen gekost en is grotendeels gefinancierd door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB. De upgrading van het station was nodig omdat de vraag naar het elektrisch vermogen in het gebied groot is. Rabindra Parmisse, directeur van de EBS, zegt dat hiermee het fundament gelegd is om achterstanden van het energiebedrijf weg te werken. De fysieke zaken zijn één waarover ik het heb, de achterstand. Maar tegelijkertijd hebben we een grote uitdaging om de nieuwe technologische ontwikkelingen die zich in de grote wereld voltrekt in de hooggeïndustrialiseerde landen. Voor ons als klein land is het een grote uitdaging hoe onze engineers een link kunnen maken van wat gebeurt er daar in de grote wereld. En nieuwe uitvindingen. Nieuwe uitvindingen is één, maar welke zijn toepasbaar bij ons? En met name met de weinige middelen die we hebben. Na de speeches van de vertegenwoordigers van de IDB, Cesar Falconi, en de technisch directeur van de EBS, Marcel Eindhoven, vond de ceremoniële opening van het onderstation Maretrete, OSC, plaats. Met de oplevering van dit geupgrade station wordt de energievoorziening van Paramaribo Noord, Quatta en Charlesburg aanzienlijk verbeterd.